Hoi hoi, ik ben Sjanne van de Vreubelgarage en ik kom nog met een binding. Een binding van een album. Nou, we hebben de normale bindingen gehad. De laatste keer heb ik de zigzagbinding gebruikt. Maar dan heb je er nog eentje en dat is stack the deck. En dat is Engels, stapel het dek. Betekent het eigenlijk. En dan krijg je zo'n hinge. En ja, ik wil je even uitleggen hoe deze werkt. Zodat je meer hinges heb je, denk volgens mij niet. Ja, je kunt natuurlijk die dubbele, die hebben we gedaan. De enkele hebben we gedaan. En je kunt de dubbel natuurlijk 20 keer dubbel maken. Zodat je hem zeg maar wat langer uitvouwt. Maar deze is nog niet behandeld. Deze wordt ook niet vaak gedaan. Ik doe hem ook niet graag. Hij is super makkelijk. Waardoor het vaak wel met workshops gedaan wordt, omdat je dan wat minder tijd hebt en zeg maar een album moet maken binnen een paar uur. En dan wordt deze binding die hier die tussen komt, dan zeg maar gebruikt. Oké, hoe maak je die? Nou, gaan we samen doen. Ik ga nu uit van een album van 17 bij 17 centimeter. Ik vind dat echt de max om deze hinge daarvoor te gebruiken. Maar dat is mijn mening. Want dit is natuurlijk dit is 160 grams papier. En wat je ermee kunt doen is je kunt hier bijvoorbeeld een blad aanhangen, aanplakken. Zo, of aan een andere kant. Maar je kunt bijvoorbeeld ook, dan moet je dan de hoekjes ervan afhalen. Dat zal ik nu even doen. Hoekjes eraf halen. En de enveloppen techniek toepassen. Maar je zit dan wel met één stukje papier. Ja, je zou er eventueel wat, dikke papier voor kunnen gebruiken. Dus een kartstok. Hij gaat wel heel mooi plat. Zoals je ziet, want voor de rest, ja, het stugge heb je natuurlijk niet. Maar ja, ik vind mijn groot album, en dan praat ik over een 20x20 album, 21x21 album. Ja, dan zou ik deze niet, ik zou deze dan niet adviseren. Maar ik werk nooit met deze hinge, zeg maar. Maar het gaat erom dat jullie weten of het bestaan van deze stack the deck. Want als je op YouTube heb je heel veel filmpjes over stack the deck. In het Engels natuurlijk. Dus ik ga het proberen uit te leggen in het Nederlands. En kijken of we er samen uitkomen. Dus dat kun je ermee. Je kunt er natuurlijk ook. Dit is dan een eentje waar je dingen ophangt. Maar wat je ook kunt doen is natuurlijk zeg maar gelijk de bladen eraan rillen. En daar heb ik straks wat maten voor. Maar dan weten jullie in ieder geval. Maar we gaan eerst kijken of we deze kunnen maken. En dat ga ik dan op wit papier doen. Ik pak mijn snijrilapparaat. En ik hoop dat het allemaal goed in beeld is. Nou, wat ik dus nodig heb is een papiertje. Ik heb hier, hier heb ik het opstaan. Ik heb hier een vraagteken gezet. Maar zoals we nu gaan werken, wordt dit dus 16,5. Ik maak de, zeg maar de binding zo, dat je 1 centimeter, bij grote albums heb ik 1,5 centimeter tussen. Hier heb ik 1 centimeter ertussen. Dus dat betekent ook 1 centimeter hier. Natuurlijk is het zo dat je voordat je deze opplakt, daar eerst basispapier op doet. Voordat je deze erop plakt. Want normaal heb je zeg maar hier houvast door hem eroverheen te trekken. Maar dat heb je dus hier niet. Hier moet je hem ook echt. Ik zou hem ook echt heel goed met dubbelzijdig tape en lijm opplakken. En ik maak altijd, wat ook vaak gebruik, alles 1,5 centimeter kleiner. En omdat als ik hier zeg maar zo'n envelop eromheen doe, dan heb ik in ieder geval nog ruimte dat die binnen het album valt. Want je hebt als dat je, stel dat je je hinge ook 17 centimeter zal maken, dan heb je kans dat die tussenuit piept wat sneller. Nu heb je 1,5 centimeter ruimte om dit erin te doen. Dus hier tussen 1 centimeter
En met stek de dek. Oké, dus we zitten met 1 centimeter. Dus dit, die vraagteken, die wordt 16,5 bij deze. Maar het kan zijn dat je bijvoorbeeld een hele andere maat hebt. En, nou, we gaan het gewoon doen. We nemen een stuk van 16,5. Kijk, deze 16,5. En dan hebben we het eerste stuk nodig van 3 centimeter. Ik vind het makkelijker om zeg maar, een groter stuk papier te pakken en daarop te rillen. Dan dat je op zo'n 3 centimeter zit te rillen. Dus ik doe op 1 centimeter rillen. Op 2 centimeter rillen. En dan met 3 snij ik hem door. Dan heb ik die. Dat is de middelste. Nou, goed die rillijnen aan, aandrukken, aanwrijven, aanspieren, wat jij wilt. Dus dan heb je de middelste, dit is de eerste. Dan gaat hij naar 5 centimeter. En dan ril ik hem op 1 centimeter. En op 4 centimeter. Moet ik het blaadje even omdraaien. 4 centimeter. Even kijken. Op 16,5. Op 1 en 4 centimeter. Oh, sorry. En dan snij ik hem af natuurlijk op 5 centimeter. Daar zijn we. Dan heb ik dit. En je ziet, het zijn zeg maar. Het zijn middenstukjes met flapjes eromheen. Dan heb ik de derde. Die is 7 centimeter. Okay, nou, dat red ik wel. Dan ril ik hem op 1. En dan moet ik hem opdraaien naar de 6. En op 7 snij ik hem door. Oké. Maar dat betekent dus dat je dus 6 ophangingen hebt. Hoog werken geloof ik, want dan zie je het niet. Kijk, dit is de eerste. Dit is de tweede, die moet daar dan in. En dan heb je over je zocht dat je overal heb je nu 1 centimeter ruimte tussen. Dus als je je basisbladen erin haalt, heb je die zeg maar zo. En aan de zijkant hou je ook nog 1 centimeter. En daarop is die rug van mij berekend op 7 centimeter. Want dit is dan 5 en dan die tweede naast is 7. Dus zo kun je bij een stek de dek kun je hem groter of kleiner maken. Maar dan zit je op oneven centimeters. Kijk maar, 3, 5 en 7. En want dan hou je zeg maar die 1 centimeter speling ertussen in. En vandaar dat je op oneven komt. Ik weet niet of het duidelijk is, maar... Je moet het eigenlijk ook zien. Oké. Nou, voor het gemak ga ik hier lijnen in maken. Als ik een lineaal kan vinden. Ik ga hier 1 centimeter aan de linkerkant aanstrepen. En 1 centimeter aan de andere kant. Ga ik hierboven ook doen. Ik kan het niet goed zien, want ik heb hem nu ingezoomd de camera. En dan kan ik niet zoeken. Oké. Jongens, het gaat over ideeën. Ik weet dat jullie, en dat, het kan zijn dat bij mij dat het wat scheef is, maar als je maar weet wat de bedoeling is. Dan maak ik hier 2 strepen, want die kan ik later kan ik dat wegrummen. Want dit is het grootste stuk, hè? Dus dit is stuk 3.
we net even buiten geweest, dus mijn spieren staan gelijk dicht. Maar ik mag de pret niet drukken. Bij deze doe ik het precies hetzelfde aan allebei de kanten, 1 centimeter. Deze is ingescheurd, zie ik. Als dat gebeurt bij je ophanging, kan je dit papiertje weggooien en niet gebruiken. Ik doe het wel, omdat het dan toch als voorbeeld is. Ik ga er niks aan ophangen. Want hij scheurt alleen maar verder door. Want dan betekent dat de vezelrichting van het papier die kant op is. Dus dan is het net een panty wat doorscheurt. Dus gooi weg. Nou, ik hang hier ook één. En hier één. Die lijnen trek ik ook weer. Dus op de twee maten, dus nummer 2 en nummer 3, doe ik dit. 1 centimeter vanaf de kant. En jullie zien straks wel waarom ik dit gedaan heb. Dit is even gemak. Het meten is even niet makkelijk. Op een of andere manier. Dus bij de twee maten heb ik daar een tussenstuk op gedaan. Nou past deze, de middelste, die past hier precies tussen die twee lijnen. En die kleine, die past hier precies tussen. Dus wat gaan we doen? Nou, we gaan eerst die kleine. Dubbelzijdig tape of lijm. En dan gaat deze dus daarin. Mijn piktool. Ik ga er toch wat lijm tussen doen. Zodat ik eventueel met het schuiven. Dat papiertje dat zie je toch niet. Dat je eventueel nog kan schuiven en die nodig. Oké, dan pak ik die 1 centimeter. En die plaats ik hier precies. Die kan hier precies tussen. Nou, het lijm kan ik nog even optillen. Kijk, nu heb je al 4 flapjes. Dan gaat dit geheel daar tussen. Ik gebruik hier nu 160 gram papier, dus dat gaat nog soepel. Hier kan je eventueel ook inderdaad wat zwaarder kartstok voor gebruiken. Maar zwaarder kartstok te aanhangen, ja, dat is natuurlijk eigenlijk op eigen risico. Want het blijft natuurlijk wel papier, hè. En ook al ga je dubbelen straks met je designpapier, het blijft papier. En het blijft de kans voor inscheuren bestaat natuurlijk altijd. Oké, nou ik wilde jullie deze ophangsysteem modus, wilde ik jullie niet. Die wilde ik voor jullie maken, omdat deze dus bestaat, stack the deck. En jullie dat misschien tegenkomen in een ander filmpje. Ik zal dit niet heel snel doen. Denk ik. En deze gaat hier weer tussen. Maar je hebt wel heel snel een hinge. Een ophangsysteem. Oké. Dus die gaat weer daar tussen. Dus dan heb je overal 1 centimeter tussen. En je hebt 6 ophangsystemen. Oké, dan pak je je map of je album. En dan je weet dat je een halve centimeter hebt. Dus je hebt 2,5 centimeter of millimeter hier. En 2,5 millimeter daar waar je hem tussen moet doen. Maar daaronder ga je hem natuurlijk eerst vullen met papier. Dus je doet eerst dit en dan gaat dit op. Oké. Ik laat jullie even wat berekeningen zien. Als je dit wil doen. Dus zijn mijn kanten klaar. Dus dat betekent dat je deze met 3 centimeter, die gaat op de 5 centimeter. En daartussen gaat weer die 1 centimeter. Maar dan heb je gelijk de bladen eraan hangen. Dat kan,
Maar dan heb je wel A3 papier nodig. Tenminste, als je op het formaat 17 bij 17 werkt. Want dan zijn dit de maten. Dan is het eerste stuk 16,5 bij 34 centimeter. Dan ril je hem op 16,5 en 17,5 centimeter. Dat betekent dat je 1 centimeter zeg maar in het midden hebt. En nou, ga je dan groter. De tweede is 16,5 bij 31 centimeter. Ril op 16,5 centimeter. En 19,5 centimeter. Dan heb je 3 centimeter. Want dat past allemaal in elkaar. Dan krijg je een stuk van 16,5 bij 38 centimeter. Dus je zit al aan die A3. En die ril je dan op 16,5 en 21 centimeter. Zodat je 5 centimeter bak hebt. Dus dit zijn de bakmaten. Oké, niet iedereen heeft A3 papier. Wat je zou kunnen doen, eventueel, is als je hem in één keer wil maken, is papier verlengen. Maar ja, alles wat je verlengt, is natuurlijk wat kwetsbaarder. En met scheuren en zo. Ik heb een A4'tje. De meeste mensen hebben natuurlijk A4 papier. Dan heb ik uitgerekend dat je bij een album van 12,5 centimeter bij 12,5 centimeter, dat je die stek de dek eruit kunt halen. En dan krijg je dus het eerste blad is van 12 bij 25 centimeter. Je rilt hem dan op 12 en 13 centimeter. Tweede dek is 12 bij 27 centimeter. En dan ril je hem op 12 en 15 centimeter. Dus die 3 centimeter ertussen. En de laatste, de grootste dek, die is 12 bij 29 centimeter. En dan ril je hem op 12 en 17 centimeter. Maar dat betekent op A4. A3 kan je natuurlijk meer. Alleen, ja, je krijgt hem, als je snijdt op een snijmachine, je krijgt dat stuk, dat zou je handmatig moeten gaan doen. Want het is best wel een lap, 16,5 bij 38 centimeter. Voor die 5 centimeter. Nou, het voordeel is natuurlijk wel dat je, als je hem aan één stuk maakt, dat je gelijk die bladen hebt. En dan zou ik er niet voor kiezen om hem gelijk in het album te doen. Maar dan kun je hem, zou je hem hier op kunnen maken en dan erin doen. Of misschien vind je het wel makkelijk om ze er toch in te plakken. Ik weet het niet. Ik maak deze nooit. Ik weet wel van het bestaan. Ik heb één keer een album nagemaakt van de Scrap Queen. En die had dit toen, Stack the Deck. En daarna heb ik hem eigenlijk nooit meer gemaakt. Maar ik wil wel dat jullie er vanaf weten dat het bestaat. En inderdaad, met die enveloppentechniek kun je eventueel kun je hem er ook overheen halen. Kijk waar ik de dingetjes afgehaald heb. Dan kan ik het hier ook wel even doen. Dan kun je ook de enveloppen techniek, alleen moet je wel oppassen dat hij dan niet te zwaar wordt. Want het is maar één enkel blaadje waar hij dan aan hangt. En niet helemaal onderaan plakken. Zorg dat je hier toch een 2 mm of zo van de onderkant af zit. Oké, nou, ik hoop dat dit een duidelijk iets is. Volgens mij heb ik alles verteld. Ik heb een puinzooi om me heen. En dus dan heb ik in ieder geval de berekening voor je gedaan van als je een album maakt van 17 bij 17 en je wil die flapjes eraan, dan krijg je deze berekening. Even nog een keer omhoog houden. Deze berekening. Heb je alleen A4 papier, dan kun je gaan tot een album van 12,5 bij 12,5. Tenminste, als je niet, dan hoef je niet te verlengen. En dan is bij Stack the Deck met de bladen eraan, dit de mate waar je moet snijden. Dus, Oké, nou, dit is dus Stack the Deck. Je kunt ook zeg maar blaadjes eraan hangen, wat ik net zei. Dus er één opplakken. Dan heb je er 6. Maar je snapt natuurlijk wel dat als deze... Stel bijvoorbeeld dat je hierin door wil gaan. Je wil nog meer bladen. Dan kun je... dan moet de rug breder. Nu heb je 1 centimeter speling aan beide kanten. Zeg maar totdat je naar het andere vak gaat. En
Hetzelfde is, je kunt ook zeggen van ik wil maar een halve centimeter ertussen, omdat ik heb eigenlijk alleen maar een flapje. Als je één flapje hebt, kun je het ook doen met, halve centimeter. Maar dan wordt het gewoon een hele andere berekening. En het is dat ik de berekeningen van dit soort dingen, heb ik ook een rekenmachine voor nodig. En want het is best wel, het blijft altijd rekenwerk. Als je dingen wil. En vooral zo'n hinge. Maar dit is de simpele uitvoering van de hinge. En de maatvoering hebben jullie. En daarom zeg ik, ik wil er niet een heel album aan gaan besteden. Alleen voor Stack the Deck. Omdat ik Stack the Deck, ja. Ik, ja, kan, ja, wat voor woord heb ik ervoor? Hij is een beetje armoedig, omdat hij is heel dun. Hè? Als ik de binding maak, dan wil ik gewoon een stevige binding. Zodat ik zeker weet dat hij niet inscheurt. Als dit inscheurt, ja, dan ben je natuurlijk de sjaak. Zou ik denken. Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben aan deze opname. En dat deze dus ook bestaat. Stack the Deck.